Hallo allemaal, welkom bij de White Goblin Gamers woonkamer. Vandaag heb ik een spel voor de echte Quix fans die toe zijn aan nieuwe regels, maar ook voor mensen die nog nooit Quix hebben gespeeld. Want dit doosje bevat het basisspel van Quix en een toevoeging met een bord en pionnen die een extra actie geven in het spel. Je gooit nog steeds dobbelstenen, je krijgt nog steeds getallen aan, maar een aantal regels worden bijgevoegd. Wil je dus weten hoe je dit leuke spel speelt? Kijk dan mee naar Quix on Board. Quix on Board maakt gebruik van de basisregels van Quix. Sommigen van jullie zullen deze regels al kennen en voor jullie komt er een tijdcode in beeld. En als je daar naartoe gaat in deze video, dan zul je alleen de regels krijgen van het nieuwe bord en de pionnen. Als je Quix nog nooit eerder gespeeld hebt of je wilt de regels weer even opnieuw doornemen, dan kan je gewoon deze video rustig verder bekijken zonder door te spoelen. Iedere speler krijgt een scoreblad en pakt een potlood. Tijdens het spel moeten alle getallen in elk van de vier kleuren van links naar rechts aangekruist worden. Spelers hoeven niet helemaal links te beginnen. Het is toegestaan om één of meerdere getallen over te slaan. Overgeslagen getallen geef je aan met een klein lijntje om te voorkomen dat je die getallen per ongeluk aankruist. Bepaal door een steenworp wie de eerste actieve speler is. De actieve speler gooit met de 6 dobbelstenen. Daarna voer je 2 acties uit, eerst actie 1 en daarna actie 2. Eerst telt de actieve speler de ogen van beide dobbelstenen bij elkaar op en zegt het totaal luid en duidelijk. Elke speler mag nu, maar hoeft niet, dit getal in een kleur naar keuze aankruisen. Bij de tweede actie mag de actieve speler een witte dobbelsteen combineren met een gekleurde dobbelsteen naar keuze en de som daarvan aankruisen bij de bijbehorende kleur. Bijvoorbeeld, ik kies deze dobbelsteen met 1 oog en deze rode dobbelsteen met 2 ogen. We tellen de som daarvan bij elkaar op, dat is 3, en nu mogen we de rode 3 op ons scoreblad aankruisen. De rode 2 kunnen we nu niet meer aankruisen. Als de actieve speler niet tijdens actie 1 en ook niet tijdens actie 2 een getal aankruist, moet hij in een leeg vakje bij mislukte worpen een kruisje zetten. De niet-actieve spelers hoeven geen kruisje te zetten voor een mislukte worp, ongeacht zijn getal hebben aangekruist of niet. Nu wordt de volgende speler met de klok mee de nieuwe actieve speler. Hij gooit nu de 6 dobbelstenen en aansluitend worden de 2 acties weer in volgorde uitgevoerd. Op deze manier wordt steeds verder gespeeld. Om het getal helemaal rechts in 1 kleur aan te mogen kruisen, de rode 12, de gele 12, de groene 2 en de blauwe 2, moet je in die rij al minstens 5 kruisjes hebben gezet. Als je het getal helemaal rechts aankruist, dan kruis je ook het aangrenzende vakje met het slot aan. Deze kleur is nu voor alle spelers gesloten en in alle volgende beurten mag in deze kleur niks meer worden aangekruist. De dobbelsteen van deze kleur wordt nu uit het spel genomen en wordt niet meer gebruikt. Daarom is het belangrijk dat als een speler het getal helemaal rechts aankruist, hij dit luid en duidelijk zegt, zodat alle spelers weten dat deze kleur vanaf nu gesloten is. Het spel eindigt meteen als een tweede kleur wordt gesloten en daarmee de tweede dobbelsteen uit het spel genomen wordt. Ook eindigt het spel meteen als een speler zijn vierde mislukte worp aangekruist heeft. Onderaan het blad is aangegeven hoeveel punten een bepaald aantal kruisjes in 1 kleur oplevert. Het kruisje van het slot in die kleur telt ook mee. Elke mislukte worp levert 5 minpunten op. Nu berekent iedere speler de punten voor elk van zijn 4 kleuren en de minpunten voor het aantal mislukte worpen en vult deze in bij de desbetreffende vakjes. Bij het basisspel van Quix laat je dit veld leeg. Iedereen vult zijn totaalscore hier in en de speler met de hoogste score wint het spel. Kies met welke kant van het speelbord je wil spelen. Iedere speler kiest een kleur en zet de pion op het startveld van het speelbord. Iedere speler krijgt een scoreblad en pakt een potlood. Tijdens het spel worden de getallen volgens de basisregels aangekruist. Bepaal door een steenworp de actieve speler. Deze actieve speler gooit met de 6 dobbelstenen en voert 3 acties achtereenvolgend uit. De eerste 2 acties zijn hetzelfde als in het originele spel. Bij de derde actie mag enkel de actieve speler zijn pion 1 tot 5 plaatsen vooruit zetten. Je mag nooit je pion achteruit plaatsen. Bezette velden tellen niet mee voor het aantal stappen. En op elk veld mag slechts 1 pion staan. De actieve speler mag zelf beslissen hoeveel van de 5 stappen de pion vooruitgezet wordt.
De actieve speler moet het getal waarop hij zijn pion zet of aankruisen of al aangekruist hebben. Anders mag je je pion daar niet neerzetten. Onder elk veld staat een getal met een witte cirkel. Dit zijn de bonuspunten die je aan het einde van het spel ontvangt. Je ontvangt de bonuspunten die horen bij het veld waar jouw pion aan het einde van het spel op staat. Na het wel of niet verplaatsen van je pion is de volgende speler de actieve speler, gooit de dobbelstenen en voert deze drie acties weer uit. De actieve speler heeft een mislukte worp als in geen van de drie acties een getal is aangekruist op het scoreblad. Zodra de actieve speler een van de laatste vijf velden van het speelbord bereikt, gaat de laatste ronde van het spel in. Alle andere spelers zijn nog één keer de actieve speler. Het spel eindigt ook nog steeds volgens de basisregels. De vier rijen worden hetzelfde gewaardeerd als in het basisspel. Ook krijgt iedere speler de bijbehorende bonuspunten die aangegeven staan op het veld waar jouw pion op staat. De speler met de hoogste totaalscore wint het spel! Quicks on Board is het basisspel met een hele leuke toevoeging, wat er ook voor zorgt dat als je normaal gesproken heel snel twee rijen zou willen afkruisen, je nu ook het bord in de gaten moet houden wie er helemaal vooraan staat, want die bonuspunten veranderen de uitkomst van het spel. En wil je meer Roll & Ride spellen zien of überhaupt hele leuke, avontuurlijke en spannende spellen, dan kan je naar onze website gaan www.whitegoblingames.nl. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal voor de nieuwste video's. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En je mag altijd een reactie achterlaten als je vragen hebt over het spel. Dan beantwoorden we die zo snel mogelijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien we jullie bij de volgende uitlegvideo.